geruchtenmachine over opvolging Wolfsen draait op volle toeren. En Henschotemeer nog dicht voor schaatsers. Goedenavond. U kijkt naar U Vandaag van zaterdag 19 januari. Alexander Pechtold als opvolger van de Utrechtse burgemeester Aleid Wolfsen. Het is een gerucht, maar wel eentje die steeds vaker circuleert. Bleven de geruchten vooralsnog beperkt tot de wandelgangen van het stadhuis. Intussen berichten ook websites als duik.nl en Geen Stijl over de lobby die zou zijn losgebarsten om de D66-leider naar Utrecht te halen. De naam van Alexander Pechtold gaat al een tijdje rond in het circuit als opvolger voor burgemeester Wolfsen. Maar officiële bevestiging daarvan komt niet. Maar er gaan nog veel meer namen in de ronden. Niet alleen Pechtold, maar ook bijvoorbeeld de oud-voorman van Leefbaar Utrecht, Broos Snets, wordt veelvuldig genoemd. Hij zou zich kandidaat willen stellen. En wat te denken van een aantal oud-politici uit Utrecht die inmiddels elders een rol spelen. Burgemeesters in Zaltbommel, Goes of Amstelveen. Maar ja, de vorige keer werden we verrast met de naam Wolfsen. Niemand zag het aankomen en dat kan nu weer gebeuren. Iemand die we niet verwachten wordt burgemeester van Utrecht. Verwacht wordt dat Wolfsen deze zomer een besluit neemt over zijn toekomst als burgemeester. De politie zoekt in Utrecht naar een meisje van 15 uit de Drentse Bijlen. Ze is dinsdag voor het laatst gezien in de trein van Zwolle naar Utrecht en heeft waarschijnlijk daarna in Utrecht de nacht doorgebracht. Het meisje heet Atta Sanarib Johanna. De politie vermoedt dat ze nog steeds in de stad is of in de omgeving daarvan. Het gaat om een klein meisje, ongeveer 1,55. Ze heeft bruin haar en bruine ogen. Opvallend was dat ze een tas bij zich had met een tijgerprint. En ze droeg een beige jas met een bontkraag. En het signalement van het meisje staat ook op onze website rtvutrecht.nl. Ja, kan het nou wel of kan het niet? Schaatsliefhebbers kunnen niet meer wachten, maar het ijs in onze regio is nog steeds niet veilig genoeg. Dat geldt ook voor het Henschotemeer. Het geliefde recreatiegebied in de bossen bij Woudenberg is afgesloten om te voorkomen dat waaghalzen door het ijs zakken. Wie zich hier op het ijs waagt, riskeert een nat pak. Iedere dag wordt het ijs van het Henschotemeer opgemeten door toezichthouder John Houtveen. 4,5 centimeter. Eén persoon zal die best houden, maar op het moment dat hier een heel klein beetje de loop op komt op het Henschotemeer, dan heb je binnen de kortste keren enkele honderden, laat staan, enkele duizenden schaatsers erop staan. En die gaan er gegarandeerd doorheen. En daarom is het recreatiegebied in de bossen bij Woudenberg afgesloten voor het publiek. Maar daar houdt natuurlijk niet iedereen zich aan en dus gaan we op patrouille. Nou, we gaan eens even een rondje maken, eens even kijken of er inderdaad al waaghalzen zijn die zich op het ijs begeven. Want ja, bij heel veel mensen kruipt het bloed toch waar het niet gaan kan, zeker zodra ze een klein beetje ijs zien. Maar zoals je net hebt gezien toen we het gemeten hebben, is het gewoon nog veel te dun om mensen er toe te laten. Dus mocht iemand aantreffen, dan sturen we die eraf. We hoeven niet ver te zoeken. Een paar minuten later zien we al een schaatser. Ja, daar hebben we er een. Ja, er mag absoluut niet geschaatst worden. We hebben het terrein helemaal afgesloten zelfs. Afgesloten? Helemaal afgesloten. Ja. Op het moment dat hier een paar mensen aan het schaatsen zijn, zijn er al heel gauw een paar honderd. En dan hebben we een probleem. Fijne zaterdag nog. Ja, okay, tot ziens. Hoi. Teleurgesteld, maar voldaan, schaatst deze waaghals terug naar zijn fiets. Hij wist niet dat het meer afgesloten was. En dit is weer eens wat anders dan de ijsbaan. Dus ik denk, nou, toch even hier proberen voor de wat bredere slag. En dat is gelukt, een half uurtje. Vorig jaar werd hier nog een grote toertocht verreden, maar dat zit er nu nog niet in. Het ijs moet overal 10 centimeter dik zijn. Dan pas durft het recreatieschap Midden-Nederland grote groepen schaatsers te verwelkomen. Dus ik hoop van harte dat we toch in de loop van de week wat kunnen gaan doen. Maar zoals het er nu voor staat, dit weekend nog even niet. Het hek van het Henschotemeer blijft voorlopig dus dicht. Ja, en ook op andere plekken in onze regio is het ijs nog niet vertrouwd. Dat geldt bijvoorbeeld voor het Leersumse Veld. En de plassen bij Tienhoven. Al zijn op de laatste plek vandaag wel tientallen schaatsers gesignaleerd, zoals hier op de foto's te zien. Maar ja, het blijft dus riskant om met grote groepen het ijs op te gaan. In Eemnes is een camper uitgebrand die geparkeerd stond op een parkeerplaats bij winkelcentrum Eemhof. De brandweer kon nog net op tijd twee gasflessen uit het voertuig halen voordat die ontplofte. Het vuur was snel onder controle, maar toch is de camper grotendeels uitgebrand. De tweede camper, die ook op de parkeerplaats stond, bleef gespaard. Op de eerste dag van de nationale tuinvogeltelling gaat de huismus aan kop. En ook in de stad Utrecht staat de mus op nummer 1, gevolgd door de houtduif.
Landelijk staat de koolmees op 2. De huistuinvogeltelling duurt tot en met morgen en is georganiseerd door de Vogelbescherming in Zeist. Treinreizigers hebben tot gisteravond laat last gehad van de problemen rond het spoor in Utrecht. Door een storing lag sinds de middag alles het treinverkeer plat. Vanaf station Utrecht Centraal vertrokken geen treinen en er kwamen ook geen treinen meer binnen. Rond 8 uur gisteravond waren de problemen voorbij, kwam het treinverkeer weer geleidelijk op gang. Al waren er nog de hele avond vertragingen en vielen er treinen uit. Liefhebbers van kippen, konijnen, cavia's en andere kleindieren kunnen dit weekend terecht in de Homebox Exhibition Center in Nieuwegein. Daar is de jaarlijkse Champions Show weer losgebarsten. Er komen met name dierenfokkers op af. Die komen kijken wat hun collega's allemaal hebben gefokt. Ja, met deze winterse temperaturen moeten we er misschien nog niet aan denken: kamperen bij de boer. Maar in Houten zijn duizenden vakantiegangers vandaag alweer lekker gemaakt voor een vakantie op de boerencamping. Op de beurs, georganiseerd door de Stichting Vrije Recreatie, prezen honderden boeren uit binnen- en buitenland hun vakantiestekjes aan. En wie in de zomer dicht bij huis wil blijven, kan terecht op bijvoorbeeld minicamping Het Boomgaartje in Wijk bij Duurstede. En we hebben nog de enigste molen waar je kan onderdoor rijden van Europa. We hebben de sluizen, we hebben een prachtig kasteel. Dans van Burgondi heeft er gewoond. Prinses Irene woont er. Wat wil je nou meer? En vlakbij woont zelfs nog degene die boerzoek vrouw gedaan heeft. Hebben we ook nog. Dus er is gewoon alles mogelijk. De SWR organiseert de komende weken nog 3 beurzen door het hele land. Niels Kerstholt heeft tijdens de eerste dag van het EK Short Track in Malmö zilver gewonnen op de 1500 meter. De Utrechter, hier op archiefbeeld, moest in de finale alleen landgenoot Shinky Knecht voor laten gaan. Kerstholt reed in de finale lange tijd op kop, maar zag in de slotronde Knecht langs zij komen. Op de finish was het verschil met het blote oog nauwelijks waarneembaar. 2 weken geleden tijdens het NK had Kerstholt Knecht nog op alle afstanden verslagen. En dit weekend staan nog meerdere afstanden zoals de 500 en 1000 meter op het programma. En dan krijgt u tot slot nog het weer van mij. Het is tijdens de nacht zo'n -5 tot -6 graden. Morgenochtend valt er van het zuiden uit geruime tijd lichte sneeuw. En er valt op de meeste plaatsen dan zo'n 2 tot 5 centimeter. Het wordt morgen overdag maximaal -3 graden. En ook gedurende de avond sneeuwt het weer. De wind verandert nauwelijks van kracht en het blijft dan ook rond -3 graden. Dit was het voor nu. Meer nieuws op rtvutrecht.nl of op Radio M. Bedankt voor het kijken en een heel prettig weekend.